Nou, de geboortezorg draait eigenlijk gewoon door. Ik denk dat een virus daar niet zo'n weerslag op heeft. Wij zien ook gewoon dat er nog mensen klinisch komen bevallen. Dat zijn mensen met een medische indicatie. Maar we zien eigenlijk ook dat de polyklinische bevalling vooralsnog gewoon door blijft draaien. Mogelijkerwijs zie je daar een iets meer verplaatsing dat mensen, als ze mogen kiezen, nu toch liever voor een thuisbevalling zouden kiezen. Maar we proberen het vooral te garanderen dat mensen kunnen bevallen op de plek waar ze zichzelf het prettigst vinden. Je merkte in eerste instantie toen het virus kwam en dat we daar in het ziekenhuis heel veel maatregelen voor moesten nemen, dat er een bepaalde onrust heerste op de afdeling, met name tussen de verpleging en de zorgverleners en de artsen, van hoeveel impact gaat dit op ons hebben? Moeten we mensen af gaan staan aan de COVID-afdeling? Wij worden uiteindelijk nu ook gezien als vitale afdeling, omdat de zorg daar altijd 24 uur moet doordraaien. Dus vooralsnog blijft ook ons personeel op onze afdeling. Zijn er mensen die verdacht worden van corona met de betreffende klachten daarbij, dan hebben wij daar verschillende maatregelen voor. Dat is allereerst, hebben we daar een vieze kamer voor de mensen die komen voor consulten buiten kantoortijden. En dan moet je denken aan een middenleven, een hoge bloeddruk of bloedverlies. Hebben mensen dan klachten, dan gaan wij ook volledig in pak met de mondkapjes, de bril en het haarnetje en het pak aan naar binnen. Dat geldt ook voor mensen die gaan bevallen. Daar hebben we ook een speciale kamer voor met een sluis. En ook een opvangkamer voor de neonaten als dat nodig is. Dan gaan we ook daar naar binnen in pak. En dat worden nu beschouwd als vieze kamers. Dus daar bevalt ook nu niet iemand die niet verdacht wordt. Wij zullen proberen altijd de deuren open te houden voor iedereen die hier komt en wil bevallen. De mensen met een medische indicatie zullen altijd hier mogen, maar die moeten ook hier bevallen. De mensen met een verplaatste thuisbevalling of een polyklinische bevalling, die zorg willen we eigenlijk zo lang mogelijk als het kan ook proberen te waarborgen. Want wij vinden het eigenlijk ook als geboortezorg heel belangrijk dat iemand kan bevallen op de plek waar hij zich het prettigst bij voelt. Stel dat er problemen gaan ontstaan met zieke verloskundigen van een thuispraktijk. Die zijn heel kwetsbaar met kleine praktijken. Of dat er iets gaat ontstaan met de ambulancezorg die de zorg niet meer kan waarborgen. Dan zal de zorg wat meer geclusterd hier in het ziekenhuis plaats moeten vinden. En daar hebben we in huis 3-4 kamers voor gereserveerd. Of die worden nu ingericht als verloskamers voor mensen die polyklinisch willen bevallen. Partners mogen er altijd bij aanwezig zijn. Ja, die mogen ook altijd komen. Ze worden gezien als één. Dus partner en vrouw, als ze komen te bevallen, zijn één. Dat betekent als zowel en of de partner en de vrouw en of de vrouw klachten heeft, dan beschouwen we dat als één. Dus ook als de partner klachten heeft, is hij zelfs welkom. Maar dan gaan we dan wel allemaal in pak. Niet zodra ze in het ziekenhuis komen. Als ze klachten hebben voor bijvoorbeeld op het spreekuur, zeggen we wel kom voorlopig niet. Is het medisch strikt noodzakelijk dat we ze op korte termijn zien, dan zullen we ze zien, maar dan in pak. En dat is afhankelijk van de ernst van de klachten of we ze meteen testen. Komen ze bevallen met coronaklachten, de vrouw dan, dan zullen we ze wel testen. Met name ook voor het beleid van de kraamzorg en ook voor ter protectie van de verloskundigen van de thuispraktijk. We staan natuurlijk op A1 als verloskamers altijd bekend om onze hele ruime bezoekregeling. Die is ook eigenlijk heel ingeperkt dat eigenlijk alleen de partner mag komen. Dus je bent bevallen, dan is je partner welkom. Er zijn de regels hier, je mag 1 iemand per bezoekuur ontvangen. Bij ons is dat gewoon alleen de partner. Dus het is niet zo, de ene dag mag de partner komen en de andere dag de oma. Het is in principe alleen de partner. En de kraambezoek mag dan weer thuis. Al wordt dan wel geadviseerd om een raambezoek van te maken. En geen kraambezoek zodra de kraamverzorgsters nog aanwezig zijn.